Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmas video. Elke dag verschijnt er op mijn kanaal een nieuwe video, tot de feestdagen. En vandaag leek het me leuk om de vraag te beantwoorden die ik over mijn restyling van mijn huis heb gekregen. De verbouwing van de woonkamer qua nieuwe vloeren en dat soort dingen. De restyling van de woonkamer, de verbouwing van de badkamer en het toilet dat ik heb aangepakt. En ook een beetje, hoe kies je nou een kleurenpalet? Waar let je op qua prijzen? Is het de moeite waard om te investeren terwijl je over een tijdje gaat verhuizen? Allemaal dat soort dingen. Dus die ga ik vandaag beantwoorden. Het zijn heel veel vragen. Als je nou nog een vraag hebt die niet aan bod komt, stel hem dan even in de comments. Dan probeer ik hem daar te beantwoorden. En informatie over producten, die ook heel veel gesteld is, die vind je in de infobox onder deze video. Even op het pijltje klikken. Want anders ben ik gewoon een uur lang producten aan het opnoemen. En dan kan ik beter aan andere leuke dingen besteden. Dus alles over tegels, de wasbak, kranen, die zwarte kranen in de badkamer, de douche, staat allemaal hieronder. En ook linkjes naar de video's waar je de makeovers ziet. Dus alles wat je wil weten is na deze video compleet, hoop ik. Wat me opviel is dat heel veel vragen over geld gingen en budgetten en keuzes die je maakt en hoe duur zijn dingen nou. Dus daar wil ik mee beginnen. Money! Een vraag die ik veel kreeg is, hoe maak je nou een begroting voor een plan? Dus bijvoorbeeld voor een badkamer. Ik had zelf ook nog nooit een verbouwing gedaan, dus ik ben echt clueless ingestapt. Ik had geen idee dat badkamers zo duur zijn. Eigenlijk voor een volledige badkamerverbouwing zit je bijna altijd, tenzij je zelf veel kunt klussen, wel aan de 8000 euro voor echt een mini badkamer. In ieder geval, dat is in het onderzoek wat ik heb gedaan. Alles kan natuurlijk altijd goedkoper. Dat moet je even in gedachten houden. Maar een paar duizend euro ben je sowieso altijd kwijt. En ik merkte dat je zelfs voor zo'n kleine badkamer als die ik heb, toch echt wel snel richting de 9000 euro gaat. Maar ook in ons oorspronkelijke plan zaten we echt op 13.000 euro. Dus daar zijn we wel naar beneden gegaan. Je komt gewoon niet onder bepaalde kosten uit. Zoals dingen slopen, tegels, een waskom. Douches zijn super duur en kranen zijn ook super duur. Je betaalt zo 700 euro voor gewoon een douche set, zeg maar. Nou, ik had geen flauw idee. Wat in ieder geval slim is als je een plan gaat maken, is dus op te schrijven wat je prioriteiten zijn. Want je ziet zoveel en het is best overweldigend dat je bijna soms uit het oog verliest waarom je zoiets nou doet. En vooral wat het eindresultaat echt moet zijn. Dus schrijf al je wensen op en maak dan een prioriteitenlijstje met drie dingen die voor jou een must zijn. Bijvoorbeeld net iets meer ruimte creëren of meer licht creëren. Er zijn natuurlijk verschillende prioriteiten die je kunt hebben en die bepalen ook waar je je budget naar wil verdelen. Als tweede stap ga je dan onderzoek doen, zodat je ook daadwerkelijk weet wat dingen kosten. Dus je gaat offertes opvragen, je gaat onderzoek doen naar tegels. Ik heb het nu even over badkamers specifiek, zodat je dingen met elkaar kunt vergelijken en dan ook af kunt wegen. Ik heb bijvoorbeeld gekozen om niet hele dure tegels te nemen, maar dan wel te investeren in een hele mooie design waskom. Omdat ik dacht, ja, witte tegels zijn ook in die end gewoon witte tegels. En die waskom is echt het statement item in mijn badkamer die het hele verschil maakt. Dus die vond ik dan belangrijker. Ik heb bijvoorbeeld gekozen om uiteindelijk niet een muurtje terug naar achter te duwen, omdat dat maar 20 centimeter zou schelen. Wat wel fijne ruimte zou zijn geweest, maar het betekende 2 dagen extra werken en dus honderden euro's. En in plaats daarvan heb ik wel gekozen om die glasplaat met stalen frame te installeren, wat ook niet heel goedkoop is. Zo'n 1000 euro was dat al. Omdat het en praktisch is en optisch meer ruimte geeft omdat het glas is. En tegelijkertijd houdt het het water tegen uit de douche, dus het was ook echt nodig. Dus dat was dan een luxe van meer ruimte versus iets wat echt nodig en praktisch is. Zo heb ik die keuze gemaakt. Wat dan ook slim is, is om een planning te maken waarbij je alle concrete stappen uitschrijft. Want dan kom je ook nog vaak kosten tegen die je totaal niet voorzien had. Bijvoorbeeld heb je iemand nodig die puin wegruimt. Of bijvoorbeeld moet je een busje huren om puin van je badkamer naar de stortplaats te brengen. Of heb je parkeerkosten voor je bouwvakkers. Er zijn gewoon heel veel kosten die je niet voorziet, die ook niet torenhoog zijn, maar die wel opstapelen en waar je wel een potje voor vrij moet maken. Een andere vraag was, heb je ook een buffer ingebouwd en hoe groot is die dan? Mijn advies is om een reservepotje van ongeveer 10% aan te houden voor onvoorziene kosten. Je weet gewoon nooit waar je mee te maken krijgt. Ik had bijvoorbeeld opeens een
een lekkage, waardoor mijn vloer pas later gelegd kon worden. En het moest helemaal uitgezocht worden, binnen een dag ook. Nou ja, dat had heel duur kunnen worden, het viel uiteindelijk wel mee. Maar ja, dat weet je pas als je aan de slag gaat. Mocht je dat potje nou niet nodig hebben, dan kun je dat bewaren voor een volgend project. Of als er ooit iets stuk gaat, of heb je gewoon een klein extra spaarpotje. Hoe heb ik het gefinancierd? Heb ik geleend, gespaard of iets anders? Ik heb gespaard voor de verbouwing. Ik heb dit huis 3 jaar geleden gekocht of zo. Ik weet het al bijna niet eens meer. Of 4 jaar misschien bijna. Nou, in ieder geval net voordat het echt gekhuis werd in Amsterdam. En eigenlijk wilde ik toen al heel graag dingen doen in huis. Zoals een nieuwe vloer en de keuken en de badkamer. Ik wilde eigenlijk alles doen. Ik woonde namelijk al 10 jaar in dat huis. Ik huurde het eerst. Dingen waren echt al op in het huis. Dus het moest ook echt gebeuren. Maar het is gewoon ontzettend duur. En zeker als je net dus een huis hebt gekocht, heb je niet nog heel veel extra geld liggen. Ik heb dus vanaf toen gespaard voor al mijn klusjes. Dus dat is wel goed om in gedachten te houden. Dit zijn gewoon echt dure dingen en je moet er goed over nadenken. Het is een grote investering. Dus ik ben toen gewoon geld opzij gaan leggen en elke maand een vast bedrag. Zodat ik uiteindelijk wist dat ik mijn vloer kon doen, een badkamer kon doen en wat nieuwe meubels kon kopen. En ik had het geluk door mijn werk en het bereik wat ik hiermee heb, dat ik met Westwing samen kon werken voor een heleboel meubels uit mijn woonkamer. Wat super leuk was, want ik ken die shop al. Ik vind de producten super mooi. Dus dat was gewoon een hele mooie match waar zij een toffe shoot en een mooie influencer aan hun merk konden hangen en ik hele mooie meubels kon uitzoeken. Dus dat was zeker wel een gelukje. Daardoor kon ik ook wat meer uitgeven aan bijvoorbeeld de badkamer of de vloer. Ik kreeg ook de vraag hoe ik de afwisseling maak tussen duurdere dingen en budget items. En ik heb dat zowel qua ruimte toegepast als specifiek op styling. Ik heb bijvoorbeeld gekozen de badkamer moet gewoon on point zijn. Daar ben je elke dag. Daar begin je je dag, daar eindig je je dag. En het toilet is iets wat voor mij minder boeiend is. Het is gewoon minuscuul. Je kan er niet heel veel styling op loslaten. Dus dat wilde ik voor een paar honderd euro doen. Ik dacht eerst moet daar dan ook nieuwe tegels of een nieuw wasbakje en zo. Maar ik had gewoon geen zin om geld uit te geven aan iets wat ik zelf niet heel boeiend vind. Dat is ook de reden dat ik de keuken nog niet heb gedaan. Daarover later meer. Dus het toilet heb ik gekozen om simpelweg alles roze te verven. En dat kost dan een paar honderd euro, nog niet eens misschien. En ik heb een nieuw kraantje besteld. Heb ik gewoon op internet gezocht op zwart fonteinkraantje of zo. En bij bol.com uiteindelijk iets besteld voor 40, 50 euro. En wat zwarte accessoires gekocht. En dat was het. Dus op die manier kun je ook kiezen wat kan ik doen wat wel grote impact maakt. Zoals bijvoorbeeld een hele grote nieuwe poster kopen. Of 1 of 2 muren in een hele andere kleur schilderen. Of bijvoorbeeld nieuwe gordijnen die je ook gewoon zelf kunt maken. Of ik heb een stuk melkdoek gekocht. En dat, of kaasdoek, iets food gerelateerd, geen idee. Kost ook maar een paar tientjes. En dat heb ik dan aan haakjes gewoon aan het plafond bevestigd. Dus zo kun je ook kiezen wat vind ik belangrijk en wat niet. En iemand vroeg ook hoe kom je er nou bij om je toilet helemaal roze te verven. Nou ja, wat ik zei, ik wilde gewoon iets met minimale middelen, maximale output en effect. En roze vind ik gewoon zo'n leuke kleur. Ik ben dol op dat poederroze. Het is mijn favoriete kleur. Ik zal hier in beeld ook even zeggen welke precieze verf van Farrow & Ball ik heb gebruikt voor de tegels en de muren. Maar ik vind dat gewoon de perfecte kleur. En tegelijkertijd wilde ik niet een muurroze verven, want dat heb ik kort geleden al gehad. Ik wilde wat nieuws. Ik wilde ook een iets minder girly huis. Dus om toch nog een beetje van mijn liefde voor roze terug te laten komen, vond ik dit een logische keuze. En ik vond het gewoon cool om dan van top tot tenen met deuren en alles roze te gaan. Ik heb voor mijn styling van mijn woonkamer, maar vooral ook voor de verbouwing van de badkamer en eigenlijk allerlei andere adviezen, samengewerkt met interieurstylistes. 3 meiden van mijn leeftijd die samen een bureau hebben, dat heet Dek Amsterdam van Decoration Amsterdam. Ik kende ze al een beetje via, dus ik had een goede persoonlijke klik met ze. Hun visie sprak me aan. Ze zijn heel nuchter. Omdat zij nog niet een bedrijf zijn met 40 werknemers, zeg maar, zijn ze ook nog relatief betaalbaar, dus dat sprak me ook aan. De reden dat ik heb gekozen om samen met een interieurstylist te werken is ten eerste tijd. Ik heb al echt veel te weinig tijd in mijn leven om überhaupt gewoon normaal te eten en te slapen. Dus tegels uitzoeken en research doen en offertes opvragen, daar heb ik gewoon niet de tijd voor. Dat is ook de reden dat ik in de 4 jaar dat ik al dit huis heb gekocht, of whenever, hoe lang het is, niks heb gedaan. Het was gewoon een te grote opgave in mijn hoofd en ik had echt iemand anders nodig die de kar zou trekken.
En daarnaast heb ik gewoon geen praktische kennis. Ik weet heel goed wat ik mooi vind. Ik weet ook heel goed wat ik niet mooi vind. Maar ik weet niet bijvoorbeeld hoe je tegels uitzoekt. Of wat leuke nieuwe legpatronen zijn die nu in zijn. Of hoe je tegels moet verven in een toilet. En wat voor primer je dan nodig hebt. Daar heb ik natuurlijk geen verstand van. En daarnaast ken ik mijn eigen stijl, maar vind ik het heel leuk, in welk gebied dan ook, om met andere experts samen te werken. Dus me te laten verrassen door de visie van iemand anders die ergens elke dag mee bezig is. Net zoals dat ik het voor kleding leuk vind om met Nicole samen te werken. Zij kijkt gewoon op een hele unieke manier naar kleding en komt met combinaties die ik super vet vind, maar nooit had kunnen bedenken. Dus dat vind ik gewoon heel inspirerend en echt wel de moeite waard. Je zou altijd een berichtje naar hun kunnen sturen om te kijken wat zij met jouw budget kunnen doen. In mijn ervaring kun je vanaf een paar honderd euro tot aan natuurlijk duizenden euro's besteden voor stylistisch advies. En bij veel winkelketens bieden ze het ook wel eens aan als een soort extra service. Dus willen mensen ook altijd wel met je meedenken. Voor de woonkamer kreeg ik de vraag: dekt de groene kleur van Farrow & Ball goed? En hoeveel lagen heb je nodig? Hij dekt in principe prima. Hij verft ook heel mooi egaal. Dus het is helemaal niet streperig geworden of iets in die richting. En we hebben twee lagen gebruikt en dat is echt meer dan voldoende. Voor het toilet heb ik trouwens drie lagen gebruikt. Maar vooral omdat het zwarte van sommige tegels er nog doorheen kwam. Als de ondergrond niet zwart was geweest, was twee ook genoeg geweest. Hoe verzamel ik inspiratie voor een makeover? Nou, dat is vooral gewoon heel veel zien. Ik ben echt verslaafd aan Pinterest. Mijn Pinterest is volgens mij gewoon Yara Michels uit mijn hoofd. Daar kun je ook mapjes in het interieur tips en zo vinden. Ik hou gewoon heel erg van kijken en daar dan kleine ideeën uithalen over materialencombinaties, kleurencombinaties, andere manieren van een ruimte inrichten, tot aan super praktisch de indeling van een kledingkast. Die heb ik bijvoorbeeld ook gewoon naar een Pinterest plaatje precies nagebouwd. Daar vind ik eigenlijk alles wat ik mooi vind en ik raad je ook aan om mapjes te maken over specifieke kamers, zodat je alles wat je tegenkomt meteen heel concreet op de juiste plek hebt. En als je dan keuzes gaat maken, kun je altijd weer even teruggrijpen naar het Pinterest-bord. Hoe maak je een kleurenpalet en waar let je dan op? Dat is natuurlijk heel persoonlijk. En kleur heeft echt invloed op hoe je je voelt, op je mood. Dus ik vond het heel leuk om ook een beetje naar de wetenschap daarachter te kijken. En groen is bijvoorbeeld een kleur die ten eerste nu super hot is in interieur. Maar daarnaast ook iets is wat zowel mannen als vrouwen vaak mooi vinden. En het is een hele rustgevende kleur. Ik heb heel erg getwijfeld tussen donkerblauw en donkergroen. En uiteindelijk vond ik donkerblauw iets koeler en iets afstandelijker. Ook heel rustig, maar juist wat zakelijker. En groen deed me aan natuur denken. Ik vond het warm en ik werd er ook rustig van. En omdat ik donkere kleuren heb gebruikt, wordt mijn huis heel knus. Je hebt echt het gevoel dat je een beetje omarmd wordt door het huis. En daarnaast vind ik het dan mooi om bijvoorbeeld of een felle kleur zoals okergeel of roestoranje, velvetbank bijvoorbeeld neer te zetten. Ik heb gekozen voor een beetje een lichtblauw-grijze, zodat het niet een hele donkere muur wordt en dan juist een soort lichtpuntje tegenover staat. Dus de ene kant heb ik dan een lichte bank en een donkere muur. Aan de andere kant heb ik gewoon een frisse witte muur en dan wel die zwarte marmeren tafel. Dus zo speel ik altijd met licht en donker. Ik heb dan gekozen voor één metaal wat terugkomt. En dat is dan het zwarte wat in mijn kranen zit bijvoorbeeld. En in de douche zit en dan ook in het toilet. Dat zou ik ook aanraden voor een beetje eenheid. Dat je niet rosé goud en daar heb je dan zwart. Dat zou ik een beetje op elkaar afstemmen. En verder is het voor een woning gewoon heel fijn als je wat warmte hebt. Dus kies altijd voor een wat warmere variant van een kleur. En het is juist ook heel leuk om een beetje te spelen met verschillen. Dus donkergroen naast een heel zacht roze. Of echt een zwarte muur met een heel mooi beige structuurverfje daarnaast. Wees vooral niet bang om een beetje uitgesproken keuzes te maken. Want in mijn geval heeft dat heel goed uitgepakt. En juist door hele grote vlakken te verven, vooral donker ook, lijkt de kamer alleen maar groter. Iemand vraagt ook: het is super mooi geworden, maar waarom heb je de keuken nog niet aangepast? Nou, geld had het ten eerste mee te maken. Een keuken is toch ook sowieso weer een paar duizend euro. En ik weet nu uit ervaring dat er ook heel veel tijd in zit. En ook veel extra kosten voor verbouwen en slopen, et cetera, bij komen kijken. Dus dat was eigenlijk een voornaamste keuze. Maar ook vond ik het zoveel tijdsintensiever allemaal. Je hebt misschien mijn vlogs gezien. Je zag dat de hele woonkamer onbewoonbaar was. De slaapkamer ook. Puur om die mini badkamer te verbouwen.
Dus het betekent ook dat je 2 weken niet in je huis kan slapen. Dat je alles uit je kastjes op moet ruimen, weg moet gooien, moet verplaatsen. Dus het heeft echt veel om het lijf. En op dit moment ben ik gewoon zo druk dat ik dat even niet voor elkaar krijg. Maar ik wil wel heel graag de keuken doen. Dus ik ben nu plannen aan het maken. En ik vind namelijk dat de keuken nu zo opvalt tussen alle mooie nieuwe dingen. Ik dacht, oh, dan lift dat ook een beetje mee op hoe mooi de rest is geworden. Maar eigenlijk alles wat je niet aanpast, wordt alleen maar lelijker. Dat is wel heel grappig. Ik kreeg ook een vraag over hoe je nou de tegels in je toilet verft. Ik heb 2 soorten verf gebruikt. 1 voor de muren en 1 voor de tegels. Ik zet het even hier in beeld, want dan heb je het gewoon in writing. En dan kun je daarmee naar een winkel als je zou willen. Wat belangrijk is, is dat je tegels eerst ontvet. En dat je een primer gebruikt. Ik heb een 2-componenten primer gebruikt. Daar is een hele specifieke die vaak getipt wordt. Zal ik ook hier in het scherm zetten. Het heet iets van Rust-Oleum of zo. I don't know. Technische verhalen. Belangrijk is dat je daar een dun laagje van aanbrengt. Hoeft niet helemaal vol super dicht geplamuurd te worden. Moet ook even goed drogen natuurlijk. En daarna kun je gewoon de verf gebruiken. De roze kleur die ik heb gebruikt is Setting Plaster van Farrow & Ball. En vind ik echt ongeëvenaard qua roze tinten. En je hebt dan 2 emulsies. En dan heb ik Estate Eggshell en Estate Emulsion gebruikt. En de eggshell is dan degene die ik op de tegels heb gebruikt. Welk IKEA kastje heb ik gebruikt als wastafel en hoe werkt dat DIY proces? Nou, ik zou niet de exacte naam van het IKEA kastje meer weten. Maar als je op IKEA zoekt op ladekastje eiken, denk ik dat je hem tegen moet komen. Het is een heel licht kastje met 3 lades en ronde houten knopjes eraan. En we hebben het kastje geschuurd natuurlijk en toen gelakt. We hebben gekozen voor een getinte lak omdat ik het kastje te licht vond. En ik vind het vaak chiquer als het iets donkerder is. Ik weet niet welke naam de lak precies is van mij. Maar eerlijk gezegd vind ik hem ook te warm uitgeslagen. Dus ik zou hem niet per se aanraden. Maar het is natuurlijk lak die zowel een tintje geeft als die tegen water beschermt. En wat we hebben gedaan is in de bovenkant en aan de achterkant een gat boren. Zodat we de waskommer op konden zetten en een aansluiting met het water konden maken. En dat was het eigenlijk. Dan heb je voor een paar tientjes een wasmeubel. Terwijl die in de winkel honderden euro's kostte. Dus dat is ook een goede lifehack. Je hebt het regelmatig over een boutique hotel uitstraling. En hoe maak je dat nou persoonlijk, vroeg iemand. Ja, mijn vibe was eigenlijk, ik wil het gevoel hebben alsof je het Hoxton binnenstapt of een ander mooi boutique hotel. Waar gewoon alles op elkaar afgestemd is. Alles heel schoon en netjes is. En lekker aanvoelt en lekker ruikt. En het licht mooi is. En waar je eigenlijk gewoon nooit meer weg wil. Dat gevoel wilde ik in mijn huis creëren. Lekker ambitieus. Dat betekent dus ook dat ik bijna geen troepjes meer heb. Ik heb heel veel weggedaan. En ik was al niet een hele grote hamsteraar. Ik geloof heel erg in het Marie Kondo-principe. Dat je of heel blij van iets moet worden, of het echt elke dag of elke week moet gebruiken. En anders dient het gewoon eigenlijk niet echt een nut en kan het weg. Dus opgeruimd en goed gestileerd en de juiste materialen kiezen, dat is een grote stap daarin geweest. En hoe je dan meer persoonlijkheid aanbrengt, is toch vooral dat je het tweakt naar je eigen wensen, vind ik. Ik heb bijvoorbeeld een hele lekkere nieuwe dekbedset gekocht van H&M Home. Van linnen, wat zo lekker kreukelt. En ik vind dat zelf het lekkerste om onder te liggen. Dus dat voelt dan wel echt als mijn bed. Terwijl het wel een soort hoteluitstraling heeft. En iets anders wat je natuurlijk doet is dingen die je verzameld hebt. Zoals leuke Polaroid-foto's of een sieradenbakje dat je al 10 jaar hebt. Of een mooi lijstje wat je ooit van je moeder hebt gekregen of whatever. Dat je die natuurlijk ook een plekje geeft. Zodat er altijd in elke ruimte een paar dingen zijn die je al een paar jaar met je meedraagt. Of iets wat je op een reis hebt verzameld. Maar eigenlijk heb ik het idee, als je zelf hele bewuste keuzes maakt, dan voelt het sowieso als jou. Een vraag die ik ook kreeg was, denk je dat je over 5 jaar nog blij bent met je inrichting? Ik denk het wel. Ik denk dat ik dit 5 jaar geleden bijvoorbeeld ook mooi had gevonden. En ik heb wel bewust ook redelijk tijdloze, in ieder geval voor mij, keuzes gemaakt. Net als dat ik die kleur roze al jaren fantastisch vind en het echt mijn lievelingskleur is. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat over 5 jaar echt vreselijk vind bijvoorbeeld. En zoiets als een groene muur bijvoorbeeld kan je op een gegeven moment ook weer overschilderen. Dus dat zijn dingen die je vrij makkelijk aanpast. En de basis heb ik best rustig gehouden. Dus in mijn badkamer heb ik gewoon heel veel zwart-wit gebruikt en hout. En dat was het eigenlijk. En als ik dat roze ooit niet meer leuk vind, dan kan er altijd nog een andere waskom in. Ik heb natuurlijk in mijn woonkamer een hele uitgesproken eetkamertafel gekozen. Maar eerlijk gezegd vind ik die zo vet dat ik denk dat die liefde wel blijft. En het is een zwarte marmer look. Dus
Het is nou ook weer niet zo dat Marma echt een hele tijdelijke hype is. Dat is er toch al jaren. En dit is dan niet het witte Marma, maar net een twist daarop. Dus ik denk ook dat ik het daarom langer interessant vind. En de vorm past gewoon heel goed bij het huis. Het is rond, dus je kunt er omheen zitten. En met een klein oppervlak benut je die ruimte heel erg. Dus ik denk dat dat me ook nog lang blijft aanspreken. Maar ja, er zijn natuurlijk wel heel veel trends die maar een jaar of twee leuk zijn. En ik reis natuurlijk veel. Ik zie de hele dag dingen online, op Pinterest, op Instagram, in bladen. Dus ja, ik denk wel dat er dingen zijn die ik binnen 2 jaar niet meer zo tof vind. Eerlijk gezegd, als ik nu in mijn woonkamer zit, denk ik alweer van, hoe zou ik het hierna aanpakken? Of ja, sommige dingen voelen dan nu al een beetje normaal of zo. Dus dat gaat best wel snel. En ik zou in principe, als tijd, geld, et cetera, allemaal geen rol speelde, elk jaar wel dingen kunnen veranderen, omdat ik dat gewoon heel leuk vind. Maar ik heb wel bewust gekozen voor de basis gewoon goed. Net als een goede houten vloer in plaats van een gietvloer of zo, die toch iets meer trendy is. Dus ik denk dat dat wel goed zit. Hoe hou je je hoofd koel in de chaos? Of hoe ga je om met tegenslagen? Is ook veel gevraagd. Ik weet niet of jullie nog een scène kunnen herinneren waarin ik een woedeaanval had, omdat mijn vloer de verkeerde plinten had. Dat was zo'n disasterproject. Ik ga daarom ook niet deze houtpartij aanprijzen, want ik was echt niet tevreden over deze service. Ik heb overigens voor een gerookte eikenhouten vloer gekozen. Dat is wel een hele mooie keuze geweest. En mooi hout ook. Maar er waren gewoon hele debiele, super off-white plinten gelegd die er totaal niet bij pasten. En het heeft weken geduurd. Plus nog een afspraak met weer de verkeerde plinten voordat het allemaal goed was. Dat soort dingen zijn wel echt irritant. Mensen die afspraken niet nakomen. Ja, er worden sowieso fouten gemaakt. Kan dat een lamp wordt opgehangen en dat dat net op een verkeerde plek is. Of dat een gat in een deur niet is dichtgemaakt en er al wel geverfd is. Dus dan zit je met een gat in je deur. Troep en al het stof zijn ook heel heftig. Dat is echt niet bewoonbaar op zo'n moment. Dus daar moet je je echt wel vooraf op instellen. Dus mijn tip is vooral om iets in te plannen in een periode waarin je weet dat je wat flexibeler bent. Dat je je huis minder nodig hebt. Dat je minder druk bent en ook af en toe langs kunt gaan. En dat je een beetje stress kan hebben, zeg maar. Want anders is het gewoon echt niet leuk. En in geval van tegenslag dacht ik maar gewoon, oké, ik heb een buffertje om dingen op te lossen. En hoe erg is het nou eenmaal? En je moet gewoon in gedachten houden dat het wel mensenwerk is. En dat mensen toch soms een fout maken of een andere keuze maken. Ook een veelgestelde vraag is, waarom heb je zoveel in het huis geïnvesteerd met het oog op de toekomst en samenwonen met Jordi? Nou, eigenlijk omdat ik dit al heel lang wilde, maar het gewoon niet in één keer kon betalen. En nu op dit moment wel, omdat ik zoveel gespaard had. Dus dit was gewoon het juiste moment. En ik dacht, elke dag dat ik in een huis woon waar ik dolgelukkig van word, is gewoon een hele leuke dag van mijn leven. Dus waarom zou ik het niet doen? En omdat ik het huis heb gekocht, ook voor een relatief gunstige prijs, voelde het ook logisch om wat te investeren, omdat je dat ook weer meeneemt in de waarde van je huis. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat ik zal proberen het huis aan te houden en te gaan verhuren, omdat ik natuurlijk niet een pensioen opbouw als zelfstandige. Dus dit ook iets kan zijn voor de toekomst. En dan wil je natuurlijk ook dat een huis er gewoon zo goed mogelijk uitziet. En daarnaast is mijn huis natuurlijk ook nog een plek waar ik foto's maak, video's opneem. Dus het heeft ook voor mijn werk wel echt een relevantie als het er mooi uitziet. Ik heb nu bijvoorbeeld superveel leuke foto's in mijn badkamer al gemaakt. Dus in die zin heeft het ook direct effect. Dit was heel veel info en ik zou echt oprecht een uur door kunnen lullen. Maar daar worden jullie misschien niet blij van. Dus als er nog vragen zijn, laat het me zeker weten. En de slaapkamer en de keuken, die volgen dus nog. Slaapkamer wordt weer een geval van budget met een paar honderd euro dingen aanpassen. En de keuken wordt natuurlijk een wat kostbaardere renovatie. Alhoewel ik het wel ga proberen betaalbaar te doen. Dus keep you posted over dat. Als jullie die plannen willen zien of de voortgang daarvan, dan ga ik dat ook vloggen. Dankjewel voor het kijken. Morgen weer een nieuwe video. Doe even een thumbs up als je dit leuk vond en vergeet niet te volgen. Dankjewel. Doei!